Volgende week schuift minister Ernst Kuipers namens Nederland aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève. Op de agenda staan belangrijke wijzigingen van de internationale gezondheidsvoorschriften. Als Kuipers deze aanpassingen goedkeurt, zal de WHO bijna absolute zeggenschap krijgen over ons beleid bij een volgende coronapandemie. Het idee is om zodra er weer een zogenaamde pandemie is, om de WHO een soort almacht te geven. Hè. Dus de WHO kan als ze een pandemie verklaren zeggen, oké, nou, al die landen moeten dit en dit en dit doen. En dan zijn we natuurlijk totaal de klos. Dit is denk ik door vele mensen al gezegd. Je moet nu uitkijken wat je allemaal bepaalt voor de toekomst. En in welke stream je dan terechtkomt. Want ik geloof dat we onze lessen daar wel uit getrokken hebben. Maar het is inderdaad, voor ons als SGP zal een belangrijk aandachtspunt zijn. Dat daarbij niet allerlei bevoegdheden worden overgeheveld naar een organisatie als de WHO of aan een ander orgaan wat ons kan overroelen. Ik vind dat Nederland zelf, het Nederlandse parlement, over maatregelen moet kunnen gaan. We hebben het veel gehad over dat pandemieverdrag. Hè? En de aandacht is eigenlijk een beetje afgeleid van wat er dus volgende week gaat gebeuren, waarbij dus die International Health Regulations, die er dus nu al zijn, worden aangepast. Dus dat comité kan zeggen van oké, Nederland, nu zijn er zoveel coronagevallen bijvoorbeeld, nu zitten jullie in een cruciale fase en dat betekent dat A, B, C moet worden gedaan. En wat ik denk is dat het wijzigen van deze regulations, dat uiteindelijk dus een opmaat is naar dat pandemieverdrag dat er gaat komen en dat waarschijnlijk vanaf 2024 van kracht gaat zijn.